Hoi allemaal! Ik heb weer een nieuwe video voor jullie en volgens mij is die echt long overdue, want de bak is zo vol dat ik denk dat ik een maand vergeten ben. En dan ben ik dan nu ook nog laat, want er komen ook nog een paar shoplogs. Maar we gaan gewoon beginnen met de opgemaakte producten van de afgelopen maand, maar ik denk van de afgelopen 2 maanden, dus van de maand juli en juni, denk ik. Ik ga gewoon beginnen. Het is mega veel, dus bear with me. Als eerste, dit kleine parfummetje. Dit is de Dior Poison Girl. En ik wilde bijna zeggen Poison Girl, goed, vismeisje. Nee, Poison Girl. En ik ben echt zo moe. En ik vond hem wel lekker eigenlijk. Het is, er staat The Clash Effect of an Icy Orange and a Sparkling Neroli Warmed by an Ultra Sensual Rose from Gross. Maar het is echt wel een lekker geurtje. Ik had hem mee op vakantie, dus hij doet me er ook aan denken. Zoet. Ja, het is wel echt wel een zoet geurtje. Dus ik zou niet echt zeggen Icy Orange, het is vooral zoet. Maar er zit inderdaad wel een beetje sinaasappel doorheen. Dan 2 mascara's en dat kwam omdat ik een ontstoken oog had en gelukkig waren ze wel al bijna op, maar na het ontstoken oog heb ik ze wel weggedaan, want anders ga je zelf blijven je besmetten. Dit is de Maybelline Lash Sensational Lushes en dit is de Lash Sensational Waterproof. En dat vind ik hele fijne mascara's en die Lushes vond ik zeker fijn, maar ik vind de normale Lash Sensational nog net iets fijner. De Lushes is net iets natuurlijker. Is net een iets zachtere look. Maar ik haal het wel van flinke wimpers. Als je denkt, dat ziet er gaar uit. Ik heb gewoon gewerkt vandaag. En ik ben best wel moe. En ik wilde vanmorgen filmen. Omdat ik thuis... ik ging op kraamvisite. Dus ik was toch thuis. Dus ik denk, als ik dan op tijd film. Dan aan het werk ga. Dan kraamvisite. Dan aan het werk ga. Maar dat lukte niet. Want het regen echt pijpen stelen. Dus ik dacht, dan ga ik niet filmen. Maar nu... De zon schijnt, we gaan ervoor. Een handzeepje. En deze is nog van de Hema, maar daar zie ik ze niet meer staan. Alhoewel ik laatst dacht ik weer een paar zag staan. Maar ik heb ze nu ook ontdekt bij de Action. Dus een goede tip als je dit soort bolletjes zoekt aan handzeep, Action. Dan een droog shampoo. Dit is de Colab Dry Shampoo in Fresh. En deze vind ik heel fijn. Hij ruikt inderdaad gewoon lekker fris. Niet te zoet. Ik ben in de zomer ook altijd zoet. Vind ik altijd een beetje naar met beestjes en zo. Ik ben een beetje bang voor wespen. Een beetje kan je weglaten. En deze ruikt gewoon lekker fris. En dat vind ik heel fijn. Zeker in de zomer. En hij werkt prima, vind ik. Niet super volume, maar wel gewoon echt een goede droog shampoo. Dan een tandpasta. De Sensodyne Care & Repair Whitening. Zoals zo vaak. Ik heb ze even hier ingedaan. Maar onze tandenborstels. Dit zijn de Philips Sonicare Pro Results. Een maskertje, het Dokter van der Hoog Modder Dode Zee masker. Modder masker Dode Zee modder. Een hele naam. Helemaal vol. Voor de normale en gecombineerde huid. Zuiverend en ontspannend. Ik ben gek op dit soort maskertjes. Heerlijk. Mijn favoriete toner. Ik probeer af en toe iets anders, maar ik kom altijd terug bij de Estée Lauder Perfectly Clean Toner. Ik vind deze gewoon ontzettend fijn. Nog een mascara. En wat was hier ook alweer mee? Oh ja. Deze is uitgedroogd. Maar deze vind ik ook redelijk dramatisch. Dit is de Max Factor Voluptuous False Lash Effect Mascara. En ik hou best wel van grote borstels. Maar dit ding is echt the size of my pink ongeveer. Ik heb kleine pinkjes. Maar dit slaat echt alles. Ik kan hier echt niet voldoende... Of op een beetje een normale manier mascara mee opdoen. Dus dit is echt voor mij... Hier werd ik echt niet blij van. Nog een handzeepje. Ook weer van de Hema. Maar dan is deze de lichtroze. En die andere was de knalroze. Kom er niet meer uit. En dan van Niels. Deze Weleda Calendula Haar en Body Shampoo. En deze vind ik echt heel fijn voor Niels. Gewoon een heel fijn zacht product. Een dag- en nachtcreme. En deze is van Sven, maar ik leen hem regelmatig. Dit is de van de tuinen. De Aloe Vera dag- en nachtcreme. Gewoon een hele fijne basiscreme met vooral aloe vera volgens mij. 70% aloe vera. Dus heel simpele crème, maar heerlijk. Niels wordt nu een beetje onrustig.
Maar Sven is bij hem, geen zorgen. Dan de La Roche-Posay Eva Clar Duo Plus. En dit, ja, dit is een van mijn holy grails. Eigenlijk net een beetje als die Estée Lauder Perfectly Clean is er dit eentje. Ik mis hem echt als ik hem niet, in huis heb. En deze gebruik ik eigenlijk altijd op mijn kin. Dat is mijn meest onrustige zone. En als ik dit gebruik, dan is het eigenlijk over het algemeen goed. Het is nu de tijd van de maand, dus dan is dat iets onrustiger. Maar over het algemeen gaat hij helemaal praat. Mijn huid vindt dit heel fijn spul. Hier zit salicylzuur in en dat helpt bij mij heel goed. Ik weet waarom mijn hand hier zo gek zat zo. Dan de Nivea Double Effect Oogmake-up Remover. Vind ik een hele fijne om ook gewoon echt waterproof mascara en zo er goed vanaf te... Ik heb trouwens mijn haar vanmorgen gewassen en het wil niet zitten. Dan zal ik ze even wat in doen. Niels is nu echt heel verdrietig. We zijn bijna klaar, jongens. De Nivea Double Effect Oogmake-up Remover vind ik een hele fijne oogmake-up remover voor waterproof mascara. In ieder geval, ik gebruik hem sowieso, maar ik heb bijna altijd waterproof mascara op. En die haalt hij er heel gemakkelijk mee af. En dat vind ik heel fijn, want dat doet mijn micellair water minder goed. Dus echt waterproof, dat krijgt hij er gewoon niet goed af. De Unicura handzeep voor kids. Deze gebruik ik als we Niels zijn handen wassen. Bijvoorbeeld als hij naar de zandbak is geweest of zo. Sven's douchegel, de Nivea Sensitive douchegel, zoals elke keer. Deze zit er ook heel vaak bij, de L'Oreal Elvive Total Repair SOS haarverzorging. Oh, er komt nog wat uit. Hop. Ik kruid wat wattenschijfjes waar ik nu ook dat spul aan heb gesmeerd. Heel lekker. Een deo. Ik ben eigenlijk Dove Invisible Dry, mijn favoriete deo. Alleen op een gegeven moment begonnen mijn oksels daar niet meer goed op te reageren. En sindsdien gebruik ik deze. En daar reageren ze heel goed op. Dit is de neutraal 0% antiperspirant roll-on. En ik heb dus een roller nu. Ik vind nog steeds spray lekkerder, maar ik ben inmiddels gewend aan een roller. Ik moet ook zeggen dat ik niet heel erg zweet. Dus het is voor mij niet heel... ik kan niet echt zeggen of dit een hele goede deo is. Want bij mij... Het is meer voor mijn gevoel dan dat ik het echt nodig heb. Ik vind het gewoon wel even fris voelen. Maar dan vind ik dus een spray frisser. Alleen ja, omdat mijn oksels er een tijdje niet goed op reageerde, heb ik even nu al een paar maanden zeg maar een break van mijn Dolf. Maar ik ga er ooit naar terug. Dan een deo van Sven. De Nivea Sensitive Protect deo. En Jordan tandenstokers. Hoppa! En dat is alles. Dat is alles wat ik heb opgemaakt de afgelopen maand. Best wel veel. Ik denk dus dat het van 2 maanden was. Maar misschien ook niet. Soms ben ik ook de ene maand wat eerder en de andere maand wat later. Nou, nu zat er ook een vakantie bij. Ontstoken oog. Dan is er blijkbaar wat meer. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ik wil jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. Doeg!